Of als ik weekend thuis ben, ga je zelfs een feest geven voor 2 of 3 dagen. Ik kan er best wel tegen blijven. Nee, geen feestje. Nou ja, een klein feestje. Als je snapt wat ik bedoel. Nee, ik begrijp niet wat je bedoelt. Ik bedoel dat als jij er niet bent, dat ik graag je kamer zou willen lenen. Why? Je hebt toch gewoon een kamer bij je moeder thuis? Ja, dat is nou juist het probleem. Mijn moeder. Wat ben jij van plan? Nou, kom op man. Ik verraad je heus niet. Oké. Ik heb met iemand afgesproken. Met een meisje. Wat? En dat mag Bette niet weten. Nee, nou ja. Soms wil je gewoon niet dat je moeder ineens je kamer komt binnenstormen. Ah. Dus jij wil vlekken maken in mijn lakens. Nee, ik neem mijn eigen lakens mee. Echt. Oké, maar hoe heb je dan al die andere keren gedaan dat je zo vanuit een klein feestje bouwde met een meisje? Gewoon. Meestal bij de ander thuis. Het is toch niet toevallig de eerste keer? Echt niet. Nou, dat zou ook een beetje raar zijn als je voor pimper. Ja, precies, dan hadden ze mij niet eens aangenomen. Heb je condooms? Condooms. Ja, wat? Ik kan er niks aan doen. Ik wilde wel, maar ja, die meisjes niet. Is het leuk? Mm-hmm. Maar hoe ben je dan in godsnaam terechtgekomen bij Pimp? Doe, die site draait om seks. Ik doe het er ook alleen maar naast. Hè. Ik doe dit totdat ik genoeg geld verdien met Data Geek. En Pieter en Tom, die hebben nooit iets gevraagd. Ik heb gewoon gebluft. Ja, en ik weet er ook wel iets van natuurlijk. Hè. Ik heb ook tv en ik kan ook googlen. Ik vind het meegezet. Maagd werkt voor seks uit. Psst, niet zo hard. Niet iedereen hoeft dit te weten. Sorry hoor, ik zeg al niks meer. Maar helaas ben ik dit weekend gehad thuis. Shit. Hoezo vraag je niet een stek? Sleepover, Data Geek. Maar je vraagt gewoon of je haar kamer kan huren en... Ja, waarschijnlijk geeft ze een korting ook. Thanks, man. Ik er zelf niet op ben gekomen. Okay. Thijs, Thijs. En ik ga je niet voordoen hoe je om moet doen, hè.